We zijn deze week bij elkaar gekomen om ons samen nog beter voor te bereiden op een volgende crisis. We hebben goede afspraken gemaakt en als het aan ons ligt, volgend jaar weer. Een leerzame uh, week, netwerk, duidelijke afspraken tussen de verschillende crisisorganisaties. En we verwachten dat het door zou gaan in deze wijze. Ik neem uh, de goede contacten en het netwerk van deze week. Ik ben heel blij kennis te hebben gemaakt, fysiek met alle crisiscoördinatoren van het Caribisch deel van uh, het Koninkrijk, maar ook met alle uh, collega's in, uh, in Nederland bij de departementen. Ik neem mee in een heel leerzame week waar we heel veel hebben geleerd en samen binnen het Koninkrijk een goed beeld hebben gekregen wat zijn de uitdagingen op het gebied van crisisbeheersing. Meer kennis en begrip over de verschillende capaciteiten en belangen en uh, kennis over de verschillende eilanden en Europees Nederland. This week was very uh, interesting as we meet from the Caribbean part of the Netherlands, together with the European part of the Netherlands, as partners, and was able to discuss uh, in strengthening our capacities. Ik ben heel blij dat we deze week samen zijn gekomen met de Europese en de Caribische delen van het Koninkrijk. We hebben goede afspraken kunnen maken. En ik hoop op een goed vervolg van deze samenwerking.